De kleuters komen toe bij ons in de klas. Dat gebeurt heel moeilijk. Vaak hebben de ouders het er ook wel moeilijk mee met dat afscheid. Maar vooral voor de kleuters is het een heel hectisch en druk moment. En wanneer er één kleuter begint te wenen, hebben ze het vaak allemaal heel erg moeilijk. Maar eens dat de ouders weg zijn en de kleuters een beetje getroost en gerust zijn, verloopt de dag eigenlijk vrij rustig en komt het verdriet op de tweede plaats. Ze weet dat er iets op komst is, laat ons zo zeggen. Maar wat het juist is, ik denk niet dat ze dat beseft. Naar de kleuterklas gaan, denk ik wel dat dat een belangrijk moment is. Vooral voor Alyssa, maar voor ons blijft dat ook iets speciaals. Omdat het dat is toch een stap in haar leven voor een beetje verder te gaan. Het feit dat Floor naar de eerste kleuterklas gaat, is opnieuw voor ons als ouders en vooral als mama een spannend moment. Dat is toch weer een nieuwe stap, zowel voor ons als voor Floor zelf. Ik denk dat dat echt nu een goed moment is dat ze naar de kleuterklas gaat. Tijdens de vakantie nu hebben ze een beetje beseft van nu wordt het tijd. Ze zit een beetje vast en ze heeft nood van meer te leren. De spraak komt ook meer en meer aan bod, de woorden dat ze gebruikt. Nu is ze wel klaar voor de eerste kleuterklas, omdat ze zo wel nood heeft aan die nieuwe uitdaging. Dat voelen we wel. Hij is zo wat onrustig en alles begint zo wat stom te worden, een beetje saai voor hem. En ik denk wel dat we daaraan kunnen zien dat hij er klaar voor is. We zijn in de crash waar Floor gaat heel erg betrokken geweest bij de volledige evolutie die hij daar doorgemaakt heeft. En het feit dat hij naar een crash gaat, daar ben ik heel tevreden over, want daar nemen ze eigenlijk al de stappen naar de eerste kleuterklas, worden al heel erg goed voorbereid. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. We vinden het belangrijk om de kinderen structuur aan te leren. Dus eigenlijk is het dikwijls herhalen. Op dezelfde manier, zodanig dat ze dat ritme kennen van de dag. Dus als wij bijvoorbeeld opruimen, dat doen we dan met een liedje. Ze zijn dat liedje gewoon, ze gaan dan automatisch beginnen op te ruimen. Maar ze weten hoe, dat is een manier van dagindeling. Ze weten, dan daarna eten, dan daarna slapen we, dan daarna komt op de duur mama hun terughalen. Hè. De kleuters zijn heel snel weg met de structuur die een kleuterklas vraagt en vereist. Het is ook nodig dat die structuur er is, want daarin kunnen de kleuters bijvoorbeeld aan de hand van de daglijn kunnen ze ook aftellen eigenlijk naar wanneer ze naar huis mogen en wanneer dat mama en papa komen. Walid, kom maar. Zinnigheid is heel belangrijk en ik denk dat heel de familie eraan gewerkt heeft en vooral de oma. Die toch gemaakt heeft dat de Alyssa nu op 100% zindelijk is. De meeste zijn dus wel zindelijk als ze naar school gaan. Maar soms niet en ja, dat komt ook wel in orde. Vriendjes, weet je wat wij nu eens gaan doen? Wij gaan allemaal eens naar het toilet gaan. Een kind zal aantonen wanneer hij er zelf klaar voor is om zindelijk te worden. Hij zal dan zelf op het toilet gaan en zo kunnen ze dan stap voor stap van een pamper naar een broekpamper en zo stap voor stap werken naar het zindelijkheid. Ze moeten zich daar zeker geen zorgen over maken. We doen vandaag een open deurdag, dat is zo een eerste kennismaking met de ouders en de kinderen. We doen dan eigenlijk vooral dat de ouders en kinderen op hun gemak zijn eigenlijk. En ze hebben vaak heel praktische vragen nog zo eigenlijk. En dat is wel leuk dat ik dat vandaag al kan vertellen. En dat ik dan morgen 100% met de kinderen kan bezig zijn. Dag Alyssa, kom jij eens kijken in onze klas? Kom jij eens mee? Gaan we eens kijken? Als ze morgen vroeg naar daar gaan, na waarschijnlijk een onrustige nacht, dan zal het wat moe zijn. Maar dan komen ze binnen en zijn ze al een klein beetje vertrouwd met de omgeving. We vragen dan wel van het afscheid eigenlijk zo kort mogelijk te houden. Okay. Ook als er tranen zijn, eigenlijk is het dan
het best, allee, dat gaat het best en dan stoppen ze ook eigenlijk het snelst. Heel vaak hebben de ouders het lastiger eigenlijk. Ja, ze komen hun kind hier afzetten in een nieuwe school bij een nieuwe juf dat ze niet kennen. Ja, er moet eigenlijk een soort vertrouwensband opgebouwd worden. En ik merk wel dat ouders dat toch wel dat ze, ja, moeten loslaten. De kinderen hebben het ook wel moeilijk, maar ik merk vaak vanaf het moment dat we echt aan ons dag beginnen, dat de klaspop naar beneden komt, dat we beginnen te zingen en echt aan de activiteitjes beginnen, dat dat heel snel overgaat. En eigenlijk ben ik daar elk jaar van verbaasd hoe rap dat kinderen meedraaien. Goedemorgen! Oei! Goedemorgen! Weten jullie wie dat zijn? Popjes! Popjes, ja. De grootste verandering voor Flor, ik denk dat dat zal zijn dat hij naar een totale andere omgeving gaat, met ook niemand van de crèche die meegaat. Dus ik denk nieuwe mensen en vooral ook dat er maar één begeleider gaat zijn voor een ganse groep. Ik denk niet dat er echt een mega verandering zal zijn voor haar. Het zal weer een dag zijn, ik ga naar school, ik ga daar spelen, het gaat leuk zijn. En dan komen ze mij ophalen en dan ga ik weer naar huis. Maar ik denk niet dat er een hele grote verandering zal zijn voor haar. Je merkt duidelijk een verschil tussen de peuterkleuter die 1 september start en de peuterkleuter die eigenlijk op het einde van het schooljaar klaar is voor een volgende klas. Je merkt dat de kleuter veel zelfstandiger wordt, ook mondiger. Je ziet echt een grote evolutie gebeuren gedurende het hele schooljaar. Ik herinner mij van de andere twee jongens, de grootste verandering was eigenlijk het taalgebruik. De paar maanden tijd dat ze daar zitten, van september, oktober, november, eigenlijk tot in december, de evolutie dat ze doormaken, de taalgebruik dat ze beginnen onder de knie te krijgen, dat vind ik fantastisch. Dat is top.